Welkom maagd bij jullie maandreading voor de maand november 2022. Dit is voor iedereen die maagd in zijn zon, maan of ascendant heeft. Het kan en zal helaas niet voor iedere maagd resoneren. Het is een algemene reading voor het collectief. Dus neem mee wat resoneert en laat de rest achterwege. Probeer het niet passend te maken als het niet passend is, maagd. We gaan beginnen met de boodschappen van de engelen en kijken welke boodschap we mogen ontvangen voor jullie. Maagd voor de maand november. Twee kaarten alstublieft. Ik wil graag een heldere en duidelijke boodschap, universum, voor maagd. Welke boodschap van de engelen mogen we ontvangen voor maagd? Ja, dank u wel. Voor de maand november. Maagd, als eerst. Maak je geen zorgen, is de boodschap van de engelen. Het is aan jou. Dus de keuze is aan jou. In een bepaalde situatie. Onder op het dek. Ja, we hadden hier, maak je geen zorgen. De situatie zal verbeteren. Dus blijf positief. Er zit een verbetering aan te komen in de situatie. Dus dat is al heel mooi om de maand november mee te beginnen. En dan valt alles om. Zo, dan gaan we kijken met de Soul's Journey, welke boodschappen we mogen ontvangen. Zielsreis voor maagd. Universum, welke boodschap mogen wij ontvangen voor maagd? In november 2022 voor maagd. Ja, dank u wel. De eerste kaart die meteen zichtbaar is, is de kaart eerlijkheid. En de boodschap is maagd, I can't always expect the truth from others. Ik kan van anderen niet altijd de waarheid verwachten, maar ik kan het wel van mezelf. Dus je kunt wel eerlijk zijn naar jezelf. En we hebben purpose. De bedoeling, het doel. Ik weet wat ik hier kom doen. Dus je weet wat je te doen staat. Je weet wat je hogere doel is. Ik weet wat ik hier kom doen op aarde. Wat nog meer van maagd, universum? Wat mogen we nog meer ontvangen van maagd? Van maagd. Eerlijk zijn naar jezelf, maagd, in de maand november. En natuurlijk niet alleen in de maand november. Maar het is altijd een boodschap die voor altijd meegenomen kan worden. Het is altijd belangrijk om eerlijk te zijn naar jezelf. Dan hebben we de kaart humor. Ik kies ervoor om me te focussen op de lichtere kant van het leven. Dus probeer alles niet al te zwaarmoedig te zien. Probeer positief te blijven. En focus je op de lichtere kant van het leven, is de boodschap. En dan als laatste kaart hebben we de kaart balans. Ik breng een status van perfecte harmonie in mijn leven. En ik doe dit zonder te oordelen. Dus oordeel niet of probeer niet te oordelen. En dit kan ook weer met die eerlijkheid te maken hebben. Probeer anderen niet te beoordelen of veroordelen, maar ook jezelf niet. Dus, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Perfecte harmonie, zonder te oordelen. Dan gaan we kijken met de aasengelen Power Tarot, wat de belangrijkste boodschap voor jullie maagden is in de maand november, universum. Graag een heldere en duidelijke boodschap voor maagd. In de maand november, maagd. Wauw, we beginnen meteen met een grote arcana kaart. De lovers, de geliefden. Dus het kan een liefdesreading worden.
voor de maand november. De geliefde kaart staat ook voor een keuze. Keuzes maken van het hart, vanuit het hart. En dit heeft te maken met diepe emotionele toewijding. Een sterke, diepe band die je voelt met iemand. Wellicht een soulmate-energie. De kracht van liefde. Dat is waar deze kaart over gaat. En zoals jullie weten, wellicht, de grote arcane kaarten staan voor grote veranderingen. Wat mogen we nog meer van maagd? Wauw, de koning van kelken. Maagd, het kan zijn dat je te maken krijgt met een waterteken of inderdaad op dit moment al een connectie hebt of een relatie hebt met een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen. Wat nog meer van maagd? Pentakels 7. Aarde-energie, stier, maagd, steenbok. En met de geliefde kaart hebben we hier tweelingen-energie. Ja, het is veilig voor je om te vertrouwen, vertrouwen te hebben. De mogelijkheid om dingen te bereiken die je wil bereiken. En volg je creatieve passie. De koning van kelken, dat kan ook je eigen energie zijn. Het kan zijn dat je ergens een plaatsing hebt. Waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Maar zoals ik zei, het kan ook iemand zijn in je omgeving. Pentakel 7, een kaart van kijken. Wat heb ik geïnvesteerd in een bepaalde relatie? Of wat heb ik geïnvesteerd in een bepaalde situatie? En inderdaad, geduldig wachten totdat je een resultaat ziet van hetgene je geïnvesteerd hebt. Je bent aan het kijken naar je vooruitgang in een bepaalde situatie. En je maakt plannen inderdaad om een volgende stap te zetten. Met de koning van kelken, dit is iemand die emotioneel in balans is. Emotioneel ook volwassen is. Al het nodige heeft meegemaakt op emotioneel gebied. En daardoor zijn emoties heel goed onder controle heeft. Dit is iemand die heel behulpzaam is, gevoelig is. Iemand die inderdaad door zijn acties laat zien wat hij of zij voelt. Dit kan in eerste instantie ook iemand zijn die zijn emoties zo goed onder controle heeft. En als het ware een soort van pokerface opzet. Maar dit is iemand die liefde te geven heeft. En ook heel veel liefde voelt in een bepaalde situatie. Dus dit kun jij zijn of degene waar je mee te maken hebt. Wauw, en hieronder op het dek de koningin van kelken. Koningin en koning van kelken en de geliefde kaart. Soulmate energie. Twee mensen die inderdaad matchen, die bij elkaar passen. Koningin van kelken, heel gevoelig, empathisch. Kan iemand zijn die... En ik heb het gevoel dat het jullie energie is. Dus je zult vast maagd ook waterenergie ergens in je sterrenbeeld hebben. Zoek het op Google, wat je ascendant is. Of je maanteken bijvoorbeeld. Volg je hart, volg je intuïtie met de koningin van kelken. En dit is ook een liefde, zorgzaamheid voor gezin, voor familie. Maar ook inderdaad helderziendheid, heldervoelendheid kan dit voorstaan. Dit kan iemand zijn die inderdaad helderziende gaves heeft, een lichtwerker is. Dus dit kan jullie energie zijn. Je kunt je op dit moment meer spiritueel aan het ontwikkelen zijn. Dingen heel sterk aanvoelen. Intuïtief heel sterk dingen aanvoelen. Maar dit is iemand die heel vriendelijk is, heel begripvol is, gevend is, zorgzaam is. En we hebben twee mensen, de koning en de koningin van kelken, zoals ik zei, met de geliefde kaart. Dus ik heb het gevoel, maagd, mocht je inderdaad nog niet in een relatie zitten met de persoon die we hier hebben liggen, dan heb ik het gevoel dat er iemand inderdaad in november in je leven kan komen. En het kan iemand zijn, mocht je op dit moment geen relatie hebben met deze persoon, waar je in het verleden al in geïnvesteerd hebt met die pentakels 7. Pentakels 7 is ook een kaart van geduldig zijn. Dus ik heb sowieso het gevoel dat je het langzaam gaat aanpakken. Dat je geen overhaaste beslissingen gaat maken. Dat je het gewoon langzaam aan gaat doen. En geduldig kijkt hoe de situatie zich zal ontwikkelen tussen jullie beiden. Je focust je inderdaad wel op de lichtere kant van het leven. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat deze persoon een soulmate-energie is. Dat deze persoon niet zomaar in je leven is gekomen en
De keuze is aan jou. Hè, hebben we hier liggen. Waarom ligt hier de geliefde voor maagd? Waarom ligt hier de geliefde? De doodkaart. De kaart van een einde. Een nieuw begin. Een transformatie. Dus je kan voor een keuze komen te staan. Of je de connectie met deze persoon gaat beëindigen. Of dat je deze connectie gaat transformeren. Inderdaad, nog meer gaat investeren in deze connectie. Nog een kaart voor de geliefde. Ja, de zware drie. Zoals ik zei, dit kan iemand zijn inderdaad waar je al een verleden mee hebt met de zware drie. Of waar je al mee in een relatie zit. En er is sprake geweest van wellicht een einde tussen jullie beiden. Je hebt heel veel tijd, heel veel energie gestopt in deze connectie. Dit heeft een teleurstelling gebracht uiteindelijk. Wat heeft geleid tot een einde. Ik heb het gevoel, deze persoon kan je ook bedrogen hebben. Kan gekozen hebben voor iemand anders in het verleden. Of jij hebt gekozen voor iemand anders in het verleden. Wat verdriet heeft veroorzaakt, een gebroken hart. Kan ook gewoon een teleurstelling zijn. Maar de tijd heelt alle wonden. En wellicht is het mogelijk om de situatie te transformeren. Want er is duidelijk sprake van liefde tussen deze twee personen. Die we hier hebben liggen. Koning van Kelken. Vermaagd. De keuze is aan jou. Dus ik heb het gevoel dat mocht er sprake zijn geweest van bedrog. Of inderdaad, de een heeft de ander verdriet aangedaan. De een heeft de connectie misschien verlaten. Verlaten. Een plotseling einde heeft er plaatsgevonden. De keuze is aan jou. Met de geliefde kaart hier. Dus ik heb ook het gevoel dat de ander degene is geweest die dan dit verdriet en de pijn heeft veroorzaakt. Of ervoor heeft gekozen om met iemand anders verder te gaan. De persoon dacht misschien dat het gras groener was aan de andere kant. Met de koning van Kelken hebben we de Kelken 5. Ja, dit is je persoon. Deze persoon heeft spijt. En ik zag net bij de andere sterrenbeeldenreadingen die ik gedaan heb. Die kaarten van spijt, angst. Ja, fouten die gemaakt zijn, maar dat zie ik bij jullie helemaal niet. We hebben hier balans, humor, je doel, eerlijkheid naar jezelf toe. En ik heb het gevoel dat deze persoon spijt heeft. Deze persoon voelt zich down door de keuzes die er gemaakt zijn. En kijkt terug inderdaad op jullie connectie. Deze persoon realiseert zich dat hij of zij een verkeerde keuze heeft gemaakt. En ook pijn en verdriet heeft veroorzaakt. En dit kan te maken hebben met geheimen die gehouden zijn. En dit is ook weer waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Dus je kunt heel duidelijk met een waterteken te maken hebben. We hebben hier de persoonskaarten zijn allemaal waterenergie. Ja, en we hebben schorpioen en ja, dat is ook waterenergie. En we hebben de geliefde kaart, tweelingenergie. Ik heb het gevoel dat deze persoon in het verleden misschien niet eerlijk is geweest. Geheimen heeft gehouden voor je. Die aan het licht zijn gekomen, waardoor een situatie is beëindigd. En een van beiden heeft hier pijn en verdriet van gehad. Waarom ligt hier de pentakel 7? Pentakel 7. Wauw. En nog een koning, de koning van pentakels. Stier maakt steenbok. En de aas van zwaarden. Een nieuw begin. Deze persoon wil duidelijkheid brengen in de situatie. En er zal communicatie komen. Dus de geheimen die in het verleden gehouden zijn door deze hoge priesteres wat we hier hebben liggen. En dit kan ook jouw energie zijn. Hè? Je gaat af op je gevoel. Deze persoon kan komen met communicatie. Helderheid willen geven in een bepaalde situatie. En die waterenergie kan ook jullie energie zijn met de hoge priesteres. Dus vertrouwen op je intuïtie. Je hebt je emotioneel misschien al teruggetrokken door de pijn en verdriet die veroorzaakt is. En dan hebben we hier een praktische koning, de koning van pentakels. Iemand die met beide benen op de grond staat. Het kan zijn dat je te maken had met iemand die getrouwd was of in een
een vaste relatie zat. Ook ouder kan zijn, vader of moeder van een gezin. En deze persoon wil een nieuwe start maken. En ik heb het gevoel dat er communicatie gaat komen. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? En deze persoon denkt heel praktisch over de situatie, maar er is wel sprake van een gevoel van liefde. Er is sprake van emoties tussen jullie beiden met de geliefde kaart en ook de koning van kelken en de koningin van kelken. Wauw, de aas van zwaarden wordt verklaard door de zwaarden, de staven 4. Ram, leeuw, boogschutter energie. Dit kan staan voor een huwelijk. Aas van zwaarden. Aas van zwaarden. Kelken 9. Een kaart van tevredenheid. Maar dit zijn twee kaarten van wensvervulling. Naast elkaar. Dus ik heb het gevoel dat deze persoon jou ziet als een wensvervulling. Jou ziet om, als iemand om een stabiele basis mee op te bouwen. Maar je persoon kan ook contact met je opnemen om inderdaad helderheid te geven in zaken. De waarheid te spreken uit een vorm van rechtvaardigheid naar jou toe. Voor het verdriet wat veroorzaakt is in het verleden. En deze persoon kan opbiechten dat hij of zij in een huwelijk zat. Met de staven 4. Dit kan staan voor een verloving, dit kan staan voor een huwelijk, voor een basis. En dan die koning van pentakels, vader van een gezin. En ja, dit is een energie van tevredenheid, dankbaarheid, vreugde, emotionele stabiliteit. Dus dit kan iets zijn wat je persoon heeft achtergehouden voor je. En spijt heeft, dus inderdaad wil communiceren hierover. Kijk, we hebben hier de duivelenergie. Onder op het dek, steenbok. Zwaarde 5 en de zwaarde 7. Jeetje. Deze drie kaarten bij elkaar, ja. Ik heb het gevoel dat deze persoon iemand kan zijn die nogal egoïstisch is, in zijn ego zit. Iemand die ook nogal geobsedeerd is door je. Op de een of andere manier je niet kan loslaten, want ik zag de pentakels 4 met die duivelenergie. Controle willen houden over een situatie. Aan zichzelf denkt met die kelken 9. Dit is een single energie. Dus deze persoon kan in een stabiele relatie hebben gezeten of een huwelijk en naar jou toe hebben gedaan alsof deze persoon single is. Maar deze persoon kan je in ieder geval niet vergeten. En er was een sterke emotionele band tussen jullie beiden. Het kan ook iemand zijn die ongezonde gewoontes heeft. Iemand die probeert om zijn problemen weg te drinken bijvoorbeeld met die kelken 9. Dit is harmonie, genieten van het leven. Waarom ligt hier de koningin van kelken, de koningin van kelken, van maagd? Schildknaap van kelken, ja. Je kunt een excuses verwachten van deze persoon. En een schildknaap van pentakels. Twee schildknapen. Schildknapen kunnen jongere mensen zijn of iemand met een hele jeugdige uitstraling, jeugdige energie. Maar dit kan ook iemand zijn die nog wel onvolwassen is. Iemand waar je nog niet direct op kunt bouwen. Iemand die niet direct stabiliteit kan bieden. Maar met de schildknaap van pentakels en de schildknaap in het algemeen. Dat is een lerende energie. Iemand die nog aan het leren is. Iemand die nog in ontwikkeling is. En ik heb het gevoel dat deze persoon je wel iets wil aanbieden. En het zal een klein gebaar zijn. Met die schildknaap van kelken en de schildknaap van pentakels. Deze persoon wil je een soort van stabiliteit aanbieden. Maar met die schildknaap van kelken is het dan toch weer wat inconsistent. Dan hebben we de
Pentakels 9. En we hebben hier de Ridder van Pentakels. Ja, ik heb wel het gevoel dat er na lange tijd wellicht communicatie gaat komen. De Ridder van Pentakels, Schildknaap van Pentakels, langzaamste ridder uit het dek. Deze persoon wil je iets aanbieden. Nadat hij of zij je in de kou heeft laten staan. Dit is het gevoel dat deze persoon je heeft gegeven in het verleden. En het kan ook op het moment dat deze persoon gaat communiceren. Dat je nog steeds het gevoel hebt van ja, dit gaat mij niet vervullen. Want dit is ook een kaart van inderdaad het gevoel hebben dat er iets mist. Het kan zijn dat deze persoon letterlijk een financieel verlies heeft geleden in een bepaalde situatie. Wat te maken kan hebben met een huwelijk bijvoorbeeld, wat ten einde is gekomen. Maar we hebben die pentakels 2, juggelen van twee personen, twee situaties. Zich niet toewijden. Geen stabiliteit bieden. Er is balans nodig in een bepaalde situatie. En deze persoon die kan het gevoel hebben bij jou die balans te vinden. Want we hebben hier de pentakels 9. Dit is iemand die succesvol is, onafhankelijk is, goed voor zichzelf kan zorgen, zelfverzekerd is. Dus deze persoon kan zien dat het goed met je gaat. En heeft het gevoel van, nou, deze maagd kan mij die stabiliteit bieden waar ik op dit moment zo hard naar op zoek ben. Wat is die ridder van pentakels? Ridder van pentakels voor maagd. Kijk, en maagd, de keuze is aan jou. Ridder van pentakels wordt verklaard door de koning van zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman. We hebben nu al even kijken drie koningen op de tafel. Dit is een koning. Die staat voor rechtvaardigheid. Dit is iemand die emotioneel teruggetrokken is. Iemand die nogal wat koud, wat kil kan overkomen. Iemand die de waarheid wil spreken. Ridder van Pentakels. Dus ik heb het gevoel dat er inderdaad communicatie gaat komen in de maand november. Want deze persoon ziet jou als een match en heeft spijt van geheimen die zijn gehouden in het verleden. Kijk, we hebben de koning van Pentakels en nu de koningin van Pentakels. Dus we hebben al twee paren op de tafel liggen. Ja, en dit kan een vrouw zijn. Iemand die de moeder is van zijn of haar gezin. Of de vader is van zijn of haar gezin. En ik heb het gevoel dat... Ja, kijk, deze kaart blijft zichtbaar. Koningin van Pentakels. Dat deze persoon je op gaat biechten. Hoe de situatie in elkaar zit. Staven 10. Last met zich meedragen, verantwoordelijkheden met zich meedragen. Je persoon heeft misschien de verantwoordelijkheid voor een gezin. Wat een reden kan zijn waarom de situatie in het verleden is beëindigd met de doodkaart. Waarom hij of zij de keuze heeft gemaakt om jullie connectie te beëindigen. Terwijl er zo'n sterke band was, zo'n sterke aantrekkingskracht, gevoel was tussen jullie beiden. Waarom ligt hier de doodkaart? Volmaakt. De doodkaart van maagd. Staven 7. Het kan zijn dat jij, maagd, de connectie hebt beëindigd. Doordat er dingen zijn besproken inderdaad die heel veel pijn hebben gedaan. Of je bent ergens achtergekomen. En dat jij hebt gekozen om het contact compleet te veranderen. En een andere richting uit te gaan met de staven 2. En je hebt een keuze gemaakt om je grenzen aan te geven, om op je strepen te staan met de staven 7. En inderdaad een andere richting uit te gaan. Waarom ligt hier de zware 3? Zware 3.
ja, de zwaarde 5. Dit is iemand die aan zichzelf dacht. Niet heeft nagedacht over welke gevolgen bepaalde acties zouden hebben voor jou. Dit is iemand die ook manipulatief kan zijn geweest. Eigenlijk gewoon oneerlijk. Iemand die geheim heeft gehouden, dingen voor zich heeft gehouden. Geen rekening heeft gehouden met jouw gevoelens. En je eigenlijk een soort van als verslagen heeft achtergelaten. Zwaarde 5, waar heeft die zwaarde 5 mee te maken? Ja, deze persoon heeft ervoor gekozen om met iemand anders verder te gaan. Of inderdaad toch het te proberen met degene waar al een relatie mee was. Met de kelken 8. Dit is inderdaad weglopen van een situatie die niet vervullend is. Omdat men denkt dat het gras groener is aan de andere kant. En deze persoon is van de kelken 8 naar de kelken 9 gelopen. En de kelken 9 heeft met een basis, met een gezin, met een huwelijk te maken. Of een vaste, stabiele relatie. Iemand met wie je persoon samenwoonde. En daar heeft hij of zij voor gekozen. Om die connectie te beëindigen. Zonder rekening te houden met jouw gevoelens. Maar inderdaad, je persoon heeft spijt en heeft het gevoel dat er een soulmate connectie is tussen jullie beiden met die kelken 6. En deze persoon denkt ook terug inderdaad aan jullie connectie, aan de leuke gesprekken die jullie wellicht hebben gehad. En wil inderdaad met communicatie komen over hetgeen wat er gebeurd is. Dus dat is wat ik voor jullie zie maakt en de keuze is aan jou. Dus we hebben hier die kaart balans. Ik breng een perfecte staat van harmonie in mijn wereld en ik doe dat zonder te oordelen, is de boodschap. Ik kan de waarheid niet van anderen verwachten met de zwaarde 5, de zwaarde 7 en die duivelenergie die we zojuist zagen. Je kunt de waarheid niet van een ander verwachten, maar wel van jezelf. Dus vertrouw op je intuïtie en bedenk jezelf inderdaad wat er heeft plaatsgevonden tussen jullie beiden. En voor sommigen van jullie kan het zijn dat je de keuze maakt om het gewoon aan te kijken. Gaat deze persoon investeren in deze connectie of niet? Maar vertrouw daarbij op je intuïtie. Er komt in ieder geval communicatie en helderheid in een bepaalde situatie. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Resoneer het, geef me een like, laat een reactie achter, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden en het nog niet gedaan hebben. En ik wens jullie heel veel liefde en licht en tot de volgende keer. Daag!